merk dat heel veel mensen nog steeds een probleem hebben met de acceptatie van homoseksualiteit, de acceptatie van LHBT'ers. En dat is de reden voor onze boodschap, Dare to Join. We hebben hier gasten uit Litouwen, uit Turkije. Nou, ik hoef denk ik niet uit te leggen dat er echt moed, durf voor nodig is om mee te doen aan een Gay Pride. Om überhaupt openlijk te zijn wie je bent. Dus ik denk dat het een heel toepasselijk thema is. En ik ben ook heel blij dat D66 dat gekozen heeft. En dat we mensen hier hebben uit landen waar het nog heel moeilijk ligt. I think also it's important to have that mix of knowing that you're doing something fun, because we have to have fun. If we can't connect with fun, why are we doing it? But we have to have our hearts in the seriousness of why we're doing it. Calling everyone to stand by us and with us to promote LGBT rights in Turkey also. For me personally, it's important to feel this power of solidarity, because it's exactly what we need now in Europe. Ik heb ook een diep respect voor deze LHBT-activisten, die het vaak ontzettend lastig hebben om überhaupt activist te kunnen zijn in het land waar ze vandaan komen. En ik hoop dat ze zich ook gesterkt weten te vinden door met ons vandaag mee te varen.